Koe. Mensen, een goede morgen. En leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Frans. Ik ben in Plopsaland, wat zeg ik? Ik ben in Plopsaland, ben zodanig gewend van naar Plopsaland te gaan dat het zo de ruit begint te spreken van ben in Plopsaland. Overal waar ik ga, ben in Plopsaland. Nee, ik ben niet in Plopsaland. Laatst bij een video van Bellewaerde had ik ook goeiemorgen, ben in Plopsaland. Nee, ik was niet in Plopsaland, ik was in Bellewaerde. Dus ja, ik had het morgen opnieuw opnemen. Vandaar ook het is niet. Ik ben in de Efteling. Ik ben niet in Plopsaland, ben in de Efteling. Ik ben niet alleen, maar die persoon die mee is wel niet op beeld. Dus we gaan dat ook respecteren. Heel af en toe ga je hem zien, maar meer ook niet. Ik ga geen vertellementjes uitkomen van die persoon. Goed, mensen, we gaan zoals voor je gewoonte koffie gaan drinken. Ik ben in de Efteling, het wordt gezellig. Ik ben hier met tickets van Albert Heijn. Mochten jullie denken, Jordi heeft weer een abonnement. Noppes, ik heb Albert Heijn tickets. Ga rustig zijn, we gaan ervoor. Let's go. Maar eerst koffie drinken, gezellig. Aanspannend te zijn voor een audiëntie aan de koning. Artikel 3D 405. Welkom, welkom, bienvenue, welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardon, onze koninklijke tovenaar? Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Oh, to through the Palace of Fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Traag treden, open u! Open u! Thank you.
betrapt. Halt! You cannot go any further. Kijk maar eens goed naar uzelf. Daar zit u dan, met uw goede fatsoen. Psst, wat is er aan de hand? Vreubels? Oh nee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Een attractie dat we zeker moeten gedaan hebben vandaag, dat is een droomvlucht, want die is in onderhoud geweest en die is net terug open. Het schijnt dat het fantastisch is, dus we gaan een keer een ritje doen op de attractie en oh, heerlijk, droomvlucht, zo zalig. Ga jullie laten meegenieten, let's go.
Zullen we allemaal een vogel nadoen? Kunnen jullie zo fladderen met je vleugels? Fladder maar met je vleugels. Sneller, sneller, sneller! Oh, en wie kan er zo bluppen als een vis? Zo blup, 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 blup. Nou, weet ik zo recht mijn klomp. Oh. Waar zit je nou? Bertus! Ja, dag, Poerin! Bertus! Oh, oh, dag, Jokkie, dag, dag, dag allemaal. Bertus! Wat zoek je, hè? Oh. Oh, ik zoek Bertus, mijn schaap. Bertus? Ja, ja, hij van die witte krullen en hij mekkert zo van... Oh, Jokkie, ja. Heb jij je misschien gezien? Nee, maar ik heb niet één schaap gezien. Ik zie een hele wei vol schapen. Hé, hey, meisjes en jongens, we gaan tot drie tellen en dan gaan we allemaal mekkeren als een schaap. 1, 2, 3. Nee, Jokkie. Ik zoek geen wei vol met schapen, ik zoek maar één schaap. Oh. En dat is Bertus. En als jij Bertus niet hebt gevonden, dan moet ik hem heel gauw verder gaan zoeken. Oh, Bertus! Bertus! Dag, Poerin! Oh, Bertus! Dag! Hé, hey, jongens en meisjes, zullen we nog één keer een schaap nadoen? 1, 2, 3! Nee. Huh? Wat is dit nou? Hé, hey, dit is heel wit en krullerig en ook heel erg zacht. Weten jullie wat dit is?
Hey, Jokie. Hoi, kijk je. Wat heb jij daar? Nou, ik heb dit gevonden. Oh, dat is de boerin vast verloren met schapen scheren. Wat de rommel, ik ruim het wel even. Is dit wol? Nou, Jet, dan heb ik een idee, kijk. Wat? Ja, kijk. Ja? Ik lijk net een schaap. Oh ja. Jet, wat? Ik heb een plan met Jet. Oh? Nou, de boerin, die is haar schaap kwijt, Bertus. Oh ja? Ja, dus wat nou als ik dit zo op mijn hoofd zet en dan zo... Doe als een schaap. Nou, dan denkt ze misschien dat ik Bertus ben. En dan heeft zij schaap weer gevonden. Jokie, zou je dat wel doen? Maar waarom niet? Ja, Jet. Verkleden is toch echt super leuk. Ja? Maar weet je wat? Ik ga jou laten zien hoe leuk het is om te verkleden. Thank you.
Zou ik even beter kijken of je nog een andere achtbaan mag vandaag? Mensen van al het avontuur in de Dark Rides, is tijd voor avontuur te beleven op de rotsbaan. We kunnen hier al een scheetje achterlaten. Dat gaan we niet doen, anders stinkt dat te veel. Dat is niet gezellig. Maar ja, je weet, daar zijn ze aan het bouwen. En dan nieuwe attractie aan het zetten voor volgend jaar. Als alles goed gaat tenminste, dan is het volgend jaar open. Maar nu gaan we op Max & Moritz. Let's go. We gaan de rustbanen doen. Wordt gezellig. Here we go.
Ja, zoals je ziet, mijn favoriete attractie van de Efteling is nog altijd dicht. Ik heb wel al testritjes gemaakt, vandaag heb ik gezien. Maar ja, nu blijkbaar niet meer. Maar goed, waarvoor zijn we hier terug? Er is iets nieuws in de Efteling dat ze vermaakt hebben. Namelijk een Efteling houten achtbaan met ijzer. Joris en mij draag.
Ze hebben dat vorig jaar vervangen. En toen is hij opengegaan rond de kerstperiode. En ja, ik ben niet gekomen dan. Wat zoiets van, daarvoor kom ik niet speciaal. Vandaag ben ik hier, mooie gelegenheid, om een ervaring te doen bij Joris en de Draak. Op IJzeren Rails. Mensen, we gaan ervoor. Ik zou zeggen, let's go. Dat zijn de rails die ze aangepast hebben. En ik ben een keer curieus wat daar heet, om eerlijk te zijn. Woo!
water is minder ruw dan vuur. Dat is een feit. En al die ledjes. Ja, inderdaad. Heb je daar een filmpje aan? Ja. Als de volgende keer zeg ik, man op Joris aan de drag, zeg ik ga naar water. Dat weet men nu ook weer eens, hè. Ik heb nu twee rotsbanen gedaan, gezellig. Maar water, dat is toch wel de beste. Vuur die is nog altijd even ruw zoals vroeger. Je hebt zo het gevoel dat er niet veel eraan gebeurd is. Maar ja, het stukje waar je dan op dat ijzer gaat, dat voel je wel direct. Wel een beetje jammer, het is direct zo steeg. Maar goed, we gaan een stapje verder. Let's go! Het is misschien een beetje een triestige dag ook vandaag, want we hebben een dood pleintje hier. Van de Polka Marina van vroeger. En zoals de plantjes, ze zien er ook maar een beetje dood uit. Goed, we gaan poffertjes gaan eten. Lekker, maar niet gezond. Zulke schone afbeelding, Nora. Het is wel brol, maar het is wel cool. Oh, dat is ook cool. Wat is ook bro? Ja, nee. Nieuwsgierig lijken. Maar hoe oud ben jij? 7. Zal ik je vertellen dat ik al 100 jaren oud ben? Jij lijkt mij wel iemand voor een verhaal over Assepoester. Of toch liever eentje met rood kapje. Kies maar. Ik weet een verhaal met wolf. Of vind je draak leuker? Welke wil je? Jij bent een vrolijke struik. Ik zal jou eens wat vrolijks vertellen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was dus een dag dat het anders was. Lopen jullie graag? Ja, jij wel natuurlijk. Nou, Wolf hield wel van een potje hardlopen. Hij schepte ook op tegen iedereen die het horen wilde dat hij de snelste was van het hele Sprookjesbos. Is dat zo? Om te bewijzen dat hij de snelste was, hield hij een loopwedstrijd. Hij daagde iedereen in het Sprookjesbos uit om het tegen hem op te nemen. Nam iemand de uitdaging aan? Eerst niet,
Daarom zei Wolf dat de winnaar zijn slagroomtaart kreeg. Toen was er opeens iemand die het wel tegen hem op wilde nemen. Reus. Nee. Nee. Nee, Klein Duimpje. Klein Duimpje? Deksels kereltje. Wolf en Klein Duimpje spraken af om tot de rand van het bos hard te lopen en terug. Wie het eerste terug was, kreeg de taart. Dat kon Klein Duimpje toch nooit winnen? Wolf zette de taart op een tafel. Hij keek er verlekkerd naar. Toen gaf Fatir het startsein. Maar Wolf was bang dat iemand stiekem van de taart zou snoepen. Hij durfde niet van de taart weg te gaan. Klein Duimpje had dat in de gaten en wandelde ondertussen rustig naar de bosrand en terug. Hij won. Wat leuk voor Klein Duimpje! Wolf huilde zo hard omdat hij zijn taart kwijt was, dat Klein Duimpje hem een stukje gaf. Wat lief. Zo zie je maar. Wie niet snel is, moet slim zijn. Zo heeft Heks ooit... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Ladies and gentlemen, girls and boys. Once upon a time, there lived a princess in a beautiful castle. Close to the castle, there was a pond with enchanted frogs. Often she played it with her golden ball, but one day the ball fell in the water with a big splash. It awakened the frogs. And now, together with the frogs, we will bring the pond to life into an enchanted water palace.
Oh, shit.